Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het is toch wel een iconische plek om zoiets te mogen doen. Ja, dat is absoluut een iconische plek. Überhaupt is het hartstikke leuk om zo'n prachtige talkshow te doen die we samen met Theater Walhalla gedaan hebben. Van, voor, door, echt gewoon Feyenoord supporters. Dat is hartstikke gaaf. Ik ben er hartstikke trots op dat ik dat mag doen. Maar toen het verzoek kwam van zullen we afscheid gaan nemen van Varkenoord. En er werd ook nog gezegd dat mag. En op het veld, voor de tribune. Ja, dat is hartstikke gaaf. Dat is echt fantastisch. Het is een bomvolle show. Er gebeurt meer dan voldoende in die show. Maar waar komt het hele idee vandaan van joh, we gaan zo grotesk en op zo'n mooie wijze afscheid nemen van Varkenoord, Sander? Nou, Varkenoord verdient het. 70 jaar lang de kraamkamer geweest van zoveel talenten. Honderden amateurs die hier bij Sportclub Feyenoord spelen. En ook natuurlijk niet te vergeten de ontmoetingsplek van alle supporters. Die komen hier graag bier drinken. Hebben net gehoord zelfs 4000 liter bier op een zondagmiddagje. Ja, dat verdient gewoon een waardig afscheid. En ja, we nemen dus afscheid van het oude Varkenoord. En we zien de contouren van het nieuwe Varkenoord al. Ja, en ik vind dat het ontzettend mooi is dat het zo omarmd wordt. Dat mensen zo enthousiast zijn om Varkenoord uit te luiden. Ja, het mooie vind, ja. Het mooie vind ik ook dat, misschien wel het allermooiste, dat we de mensen in het zonnetje zetten die hier tientallen jaren gewoon als vrijwilliger Varkenoord overeind hebben gehouden. We hebben een archivaris gehad. We hadden vandaag de mensen hier van de kantine. Sommige mensen die hier wel eens komen, die denken van ja, dat zijn gewoon betaalde krachten. Nee dus. Het zijn mensen die dus gewoon al tientallen jaren vrijwilliger zijn. Met hart en ziel hier al die vrijwilligers begeleiden. Maar ook gewoon al die mensen hier van een biertje of een glaasje wijn of wat fris of een broodje frikandel voorzien en ze doen het maar allemaal. Ja, en ik vind het hartstikke mooi dat we die mensen nou in het zonnetje kunnen zetten. Ja, mensen staan 24 uur per dag klaar op Varkenoord om mensen te helpen. Weet je, om mensen te bedienen, om de pionnen neer te zetten, om te zorgen dat het voetballen geregeld wordt, dat de kantine wordt geregeld. Alles draait hier op supervrijwilligers en dat is zo mooi. En die mensen, die verdienen een waardig afscheid. En natuurlijk ook Varkenoord zelf verdient een waardig afscheid. Want 70 jaar lang de kraamkamer van zoveel talenten die uiteindelijk zijn doorgestroomd naar de Kuip. Honderden amateurs die hier voetballen bij Sportclub Feyenoord. En dan ook nog eens de ontmoetingsplek van al die supporters die hier op zondag soms 4000 bier achter elkaar leeg drinken. Ja, we hebben net de man gehoord die 4000 biertjes staat te tappen. Die 4000 liter bier. Ja, dat is fantastisch. De verhalen zijn zo mooi. En elk verhaal ligt hier voor het oprapen. En daarom verdient Theater Walhalla een ongelooflijk compliment dat ze hun nek hebben uitgestoken. Er zoveel tijd en energie en geld in gestoken hebben. We hebben eerst 8 prachtige voorstellingen in Theater Walhalla gehad. Nu 5 XL-versies hier op Varkenoord. Die mensen verdienen een pluim.